EU-CELAC pleit voor gezamenlijke aanpak bestrijding drugscriminaliteit. Cubaanse artsen voor betere toegang tot medische zorg en boete voor pesten in de Verenigde Staten. Goedenavond, dames en heren. Het journaal op donderdag 20 juni. Vandaag is de 21ste EU-CELAC High Level Meeting on Coordination and Cooperation Mechanism on Drugs aangevangen. Het belang van deze meeting is dat de twee internationale blokken de handen ineen slaan om drugsmokkel en de daaraan samenhangende criminaliteit tegengaan. Gustavo Alarcón, die het openingswoord verrichtte namens de CELAC, legde de nadruk op het intensiveren van de samenwerking tussen deze twee blokken. Our intention is to strengthen and support the relations between two regions. We think, we strongly believe that we can work together and address other issues in the intention to solve and to contribute to that problem. Stefan Mera, EU-vertegenwoordiger, gaf aan dat de Europese Unie zich gecommitteerd heeft om de politieke dialoog op elke internationale agenda te plaatsen en die te continueren. Het versterken van politieke dialogen en uitwisselen van strategieën zijn de voornaamste zaken die belangrijk zijn om de handel en smokkel van drugs tegen te gaan, zei Mera. We are also keen on developing and promoting balanced policies in our regions and on institution and capacity building at national level. And we are also determined to help states cope with drug-related issues. To this aim, we encourage the improvement of the information system between both regions through jointly agreed programs and measures and through the exchange of good practices. Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie, wijst op de negatieve effecten van drugsgebruik en de daaraan samenhangende criminaliteit. Getrouw vindt dat deze meeting een weerspiegeling is van wat bereikt moet worden. Hij benadrukt dat een ieder belang heeft aan een drugsvrije wereld, vrij van geweld. Hij roept de gelederen op om de verschillende samenwerkingsvormen aan te scherpen en verder uit te diepen. Drugs and crime are correlated as a global contributor to social problems. That is one of the main reasons why we are gathered here today, so we can discuss the way forward with regard to the drugs problem from an individual point of view regarding our representative countries as well as from a regional point of view, or more so, from a global perspective, with objective to battle all forms of drugs-related crimes and their effects. We are gathered here today, once again, to learn from each other, to share information, and to address our concerns. Deze meeting wordt morgen afgesloten. Met het organiseren van de 21ste High Level EU CELAC meeting in Suriname geeft de regering het signaal dat ze de strijd tegen de drugsmokkel en grensoverschrijdende criminaliteit willen aanpakken. Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, geeft aan dat de justitiële autoriteiten landelijk moeten samenwerken om het probleem aan te pakken. Suriname wordt geclassificeerd als een doorvoerland. En om zo'n imago weg te halen, moet je alles doen in jouw power om ervoor te zorgen dat je de wereld kan tonen dat je alles eraan doet om geen doorvoerland meer te zijn. Maar geloof me, het gaat niet zo makkelijk, want je hebt geld ervoor nodig. Financial resources, maar ook gewoon de human capital, de capacity moet er zijn. Mensen moeten begrijpen wat moeten we allemaal doen met de weinige middelen die we hebben, om toch ervoor te zorgen dat we zoveel als mogelijk de illegal drug seizen, dat we het kunnen capturen. De meeste landen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika hebben open grenzen. Volgens Esther Best, vertegenwoordiger van Trinidad en Tobago, wordt het heel uitdagend om de grensoverschrijdende criminaliteit en drugsmokkel aan te pakken. Ze pleit voor technische samenwerking en kennisoverdracht om deze vorm van criminaliteit efficiënt aan te pakken.
Some of the things that we need to do better at is building our capacity, training our staff. But more than that, I think we need some increased technical assistance, different kinds of equipment, maybe some assets like vessels and aircraft, those kinds of things, because those will really help in beginning to put some controls in place. But I don't know that we would be as successful as we would like to be because of just how we are located. I mean, it's a blessing, but it's that double-edged sword. I wouldn't say anything else. I wouldn't say on the other side, but it's definitely a blessing, but it is a challenge. De voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid, Jennifer Vreedzaam, is blij met de komst van de Cubaanse artsen. Zij zijn door de regering naar binnen gehaald om ingezet te worden in verafgelegen gebieden waar er geen permanente artsen gevestigd zijn. Vreedzaam is ervan overtuigd dat met deze stap de landelijke toegankelijkheid tot de medische zorg zal worden vergemakkelijkt. We zien dat de elektrificatie, de watervoorziening, we zien de connectiviteit, telezuur, internet, faciliteiten, die zijn allemaal verbeterd. Dus mijn vraag is, en terecht wanneer mensen mij vragen van waarom heb ik geen arts in Brokopondo? Waarom is er maar één particuliere arts in Para? Dan ga je verder nadenken, waarom gebeurt dat niet? Terwijl inderdaad de infrastructuur, er zijn de faciliteiten zijn aanwezig. Waarom wordt er niet geïnvesteerd in de huisartsenpraktijken in de andere districten waar wel de faciliteiten er zijn. Vanwege hun expertise in public health worden in 67 landen wereldwijd 50.000 Cubaanse artsen ingezet in rurale of plattelandsgebieden. Suriname heeft door de jaren heen al ervaring opgebouwd met Cubaanse artsen bij de regionale gezondheidsdienst en specialisten werkzaam op de oogpolie van het ACP. Dit keer zijn er 50 Cubaanse artsen geselecteerd om hun bijdrage te leveren aan de medische sector in ons land. Burgers geven hun mening over het besluit van de regering om Cubaanse artsen in Suriname in te zetten. Het gaat om de gezondheid van het land. Het gaat niet om een groepjes die een hokjes willen houden, waar je urenlang in een wachthuis moet zitten. En waar ze de Surinaamse artsen niet in het binnenland willen gaan wonen. Ze willen maar alleen maar in Paramaribo. Wat gebeurt er met wat Suriname is ook het binnenland? Mijn breed heeft dat man komen. Ook heb ik met allemaal kom met deze abito. Mijn oma nou man, de siki sabi. Mijn breedte heb ze maar kom. De man inwendig, isabi operatie tortori. Ze zijn goed. Zij de man doen man sinds eraan studenten go studeer dat per fu. Isabi ah. Ik kan alleen niet beamen als er wel voldoende artsen in Suriname zijn dat de regering heeft besloten om Cubaanse artsen in te vliegen. En werk aan te bieden. Maar als het wel zo is dat er genoeg artsen zijn in Suriname, dan heeft dat geen zin gehad. Als ik mijn eigen ervaring moet zeggen, ik heb mijn dochter een dag hier gebracht voor kaakchirurgie en het was geen poliedag. En die Cubaan heeft me verschrikkelijk goed geholpen. Hij heeft heel goed met me gesproken en hij heeft me duidelijk uitgelegd: she has too much pain. En hij heeft me die dag geholpen, wanneer er geen dag van operatie was. Dus. Ik zal het niet tegenspreken. Ik vind het integendeel goed. Want als er buitenlanders zijn naar Suriname gekomen om ons te helpen met onze gezondheid, dan vind ik het een goed initiatief. Jennifer Vreedzaam ondersteunt het standpunt van de regering om de toegang tot medische zorg mogelijk te maken voor iedere burger. Klaar. De vraag wordt gesteld door het volk, ja, welk recht heb ik op gezondheidszorg als ik met vanaf 4 uur in de ochtend moet komen naar een huisarts in Paramaribo. Brokopondo heeft geen huisarts, heeft geen particuliere arts, terwijl de voorzieningen daar aanwezig zijn. In Para, in mijn eigen district, is er maar één huisarts, is er maar één particuliere arts die precies aan de rand woont tussen Wanica en Para. Wat moeten de mensen dan doen wanneer we een wetgeving hebben waarbij de wet zegt dat de vrije artsenkeus is? Hoe moet invulling worden gegeven aan dat recht wanneer dat niet kan? En als de overheid zegt van nu ik ga invulling geven aan dat recht doordat ik die Cubanen binnenhaal, nou dan zeg ik van ja.
Het ministerie van OVTNC en het districtscommissariaat van Wanica Zuidoost werken aan de integrale aanpak van het Maretraite-project. De aanpak moet ervoor zorgen dat dit gebied verder tot ontwikkeling komt. Laat me starten door aan te geven dat ik afgelopen maandag een taskforce snel optreden heb ingesteld, bestaande uit diverse afdelingen op het ministerie. En de bedoeling is natuurlijk dat wij dus problemen die er zijn in de gebieden, en in dit geval Maretraite-project is al geruime tijd, ze komen er klachten het ministerie binnen, ook via het commissariaat van Wanica. Waarbij dus de mensen hebben aangegeven dat dus de bermen zwaar begroeid zijn, waardoor het gras natuurlijk helemaal op het wegdek bezig is te komen. Dat de wegen natuurlijk die enigszins verhard zijn, maar ook kapot zijn nu op dit moment, dat die natuurlijk onbegaanbaar beginnen te worden of onbegaanbaar zijn. Maar we merken natuurlijk dat er tal van problemen hier zijn, waaronder dus ook ontwatering. Dat de wegen natuurlijk kolken hebben, maar die kolken helemaal dichtgeslipt zijn, waardoor dus het water dat moet worden afgevoerd, niet afgevoerd wordt en dat het dus op het wegdek blijft hangen, waardoor je natuurlijk verdere verslechtering van weggedeeltes krijgt. Los daarvan hebben we gemerkt dus dat er ook een aantal percelen hier zijn die dus begroeid zijn en daardoor dus ook overlast bestaat of ontstaat voor de andere buren. Minister Tjotkan oriënteerde zich in het Maretraite-project samen met de DC van Wanica Zuidoost. Nadat de bewoners vaker aan de bel hebben getrokken over de slecht begaanbare wegen in de regenperiode, heeft de bewindsman vandaag aangegeven dat er een integrale aanpak zal komen om deze problemen tot het verleden te laten behoren. Aan de andere kant heeft hij ook een beroep gedaan op de bewoners van het Maretraite-project om hun eigen omgeving schoon te houden, om zo te voorkomen dat er ziektes uitbreken. Een schoon milieu is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen, zegt DC Audrey Hankers. Maretraite-project, u krijgt een leefbare omgeving, een schone omgeving, maar dat kunnen wij alleen behouden samen met u. Willen we nog meer ontwikkelingen in uw resort, in uw project, dan nodig ik u ook uit. Laten we gezamenlijk aan tafel zitten om te kijken welke andere alternatieven er kunnen ontplooien, dat we kunnen ontplooien, ontwikkelen ter bevordering van Maretraite-project. En Suriname heeft wel degelijk asielzoekers en vluchtelingen op zoek naar een beter en veilig heenkomen. Rond eind 2018 waren er wereldwijd 70,8 miljoen vluchtelingen, blijkt uit het rapport van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, UNHCR. Thea Smit, directeur Surinaamse Rode Kruis, dat een partnerschap is aangegaan met het UNHCR, geeft een korte statement. Ik ben dus hier namens het Surinaamse Rode Kruis. En het Surinaamse Rode Kruis fungeert als administratief aanmeldpunt voor het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties. En via het Rode Kruis registreren we dus de mensen die op de vlucht zijn en die gedwongen hun huis en haard hebben moeten achterlaten. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat UNHCR, dus de Partnership Agreement, zeg maar, zou zich moeten focussen op Venezolanen. En dat komt vanwege de ontstane situatie in Venezuela. Maar de Venezolanen, we hebben wel Venezolanen die asiel aanvragen. Maar op een of andere manier lijkt het alsof ze, als ze komen, dat ze dan of in de illegaliteit blijven. Maar de aantallen zijn nog niet dusdanig. In ieder geval nog geen duizenden. Maar we zien wel een stijging van mensen die naar Suriname komen. Wereldwijd verlaten mensen hun woning of land vanwege conflicten, economische en of politieke situaties. De vluchtelingen doen er alles aan om een veilig of beter heenkomen te hebben. Vanuit verschillende organisaties in de landen waar zij terechtkomen, worden de mogelijkheden bedacht om deze kwetsbare groep op te vangen. Daarom doet Smit een beroep op de samenleving om de nodige aandacht te schenken aan vluchtelingen die ons land binnenkomen. Dus als het Rode Kruis... Het Rode Kruis komt op voor de kwetsbaren. Dus in die zin ligt het in de lijn van onze werkzaamheden dat we dus als partner samen met UNHCR opkomen. En voor ons is het belangrijk dat we op deze dag, 20 juni, aandacht vragen aan
de Surinaamse gemeenschap. Omdat de mensen zichtbaarder zijn, dat ze weten van hier, de mensen zijn niet zomaar gevlucht naar Suriname. Dus heb, hoe zeggen ze dat? Heb meedogen met diegenen die gevlucht zijn. Dat vragen we. En dat we ze in ieder geval voor een korte periode een veilig heen komen geven. Vandaag wordt Wereldvluchtelingendag over de hele wereld herdacht. En dit was het Nationaal Nieuws. Goedenavond.